Ja, als jullie onderling een beetje die afstand regelen. Ja. Dus wat ik heb gedaan met Tribes is heel erg goed gekeken hoe kan ik zorgen dat de mensen weer terug op kantoor komen. Dus ik moet de safe zone garanderen. In de nieuwe gebouwen heb je al hele goede ventilatie, maar we wilden nog een stapje verder. We hebben de partij inderdaad de filtertechniek laten toepassen in ons centrum in Rotterdam-Blaak. Maar we hebben ook Virobuster die nog weer een stapje verder gaat hier iets laten doen. De combinatie met de juiste ventilatie van boven naar beneden en een filtersysteem wat gewoon het virus uit de lucht haalt, ja, dat biedt een veilige omgeving. Ja, dit is gewoon een goede oplossing en ik zou willen dat de overheid, dat stond ook in mijn Delta-plan ventilatie, gewoon ruimtes kwalificeert en zegt deze ruimte is coronaproof. En als jij een coronaproof ruimte hebt, en zeker als het in de winter, als de aantallen weer op gaan lopen, dan neigen ze weer allerlei maatregelen te nemen waarvan een groot deel volkomen overtrokken zijn. En zeker in de ruimtes waar het goed geregeld is, zou je dan veel meer moeten kunnen dan in ruimtes waar het niet goed geregeld is. Want die ruimtes, daar loop je wel, kan je in de winter risico's lopen. Ik vind dit een hele goede aanpassing. Dus vandaag zijn we dus weer een stap verder gegaan om te zorgen dat onze mensen zo veilig mogelijk naar kantoor kunnen komen. Niet de mensen die bij ons werken, maar ook onze klanten. Dus nog iets verder dan ventilatie hebben we gezorgd dat kantoren net zo goed helemaal virusvrij zijn door een partij genaamd Virobuster. Dat hebben we laten toetsen door een onafhankelijk orgaan, Maurice de Hond, om te kijken of het wel klopt. Want hij is gekomen met het verhaal wat kloppend is, dat met name COVID verspreid wordt door aerosolen. Succesvol, heel veel media en we gaan kijken wat ze er nu van overnemen in de pers.